Een onrustige avond in het Brabantse Heesch. Vorige week werden daar al varkens opgehangen uit protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. En vandaag kwamen zo'n 1000 mensen demonstreren. Die protesten begonnen vreedzaam, maar de avond eindigde toch in rellen. De politie heeft aanhoudingen verricht. Het moest een vreedzame demonstratie worden, maar dat lukte niet. Het plan om een asielzoekerscentrum voor 500 man in het dorp te bouwen is voor veel bewoners niet te behappen. Omdat ze in Den Haag die rotzooi niet kwijt kunnen, douwen ze maar hier bij de boeren neer. Maar wij willen ze ook niet, dus dan houden ze maar mooi in Den Haag. En desnoods in Bloemendaal, maar niet in mijn dorp, in mijn achtertuin. En als straks mijn dochter verkracht wordt, dan staan er ook geen 500 ME'ers om mijn dochter te beschermen. 500 vind ik gewoon echt... Ik durf dadelijk niet meer over straat te lopen. Gewoon hier, ik durf dat daar gewoon niet meer. Als de demonstranten het stadhuis beginnen te bekogelen en op het raam gaan staan beuken, komt de ME naar buiten. De sfeer slaat op. Sommige bewoners vinden al dat geweld maar niks. Daar kwamen ze ook niet voor. Dat is ook echt niet de bedoeling. En daar nemen we ook afstand van. Dat is niet de bedoeling dat het zo allemaal uit de hand loopt. Maar dat deed het wel. Rond 9:30 heeft de ME het plein schoongeveegd.